Afgelopen weekend werden in de Merthal in Horst de Europese kampioenschappen voor radiografisch bestuurde modelstokkaars gehouden. De Peeldrivers uit IJsselstein, een club van modelstokkaarracers, organiseerden deze belangrijke happening. Dit evenement wordt één keer per jaar georganiseerd. Daarnaast hebben wij nog door heel Nederland een NK en een EK of een WK. Dat wordt gewisseld met Engeland. Dus het ene jaar is het EK hier en het andere jaar een WK. En dat zijn de grote wedstrijden die hier tellen in Nederland. Normaal gesproken rijden de Peeldrivers op een buitencircuit bij Raceway Venray. Maar de indoor kampioenschappen zijn in Horst in de Merthal. En dat zijn toch wel grote verschillen. Het grote verschil is de ondergrond. Hier in de Merthal wordt het gedaan op beton. En op de circuits die wij hebben liggen buiten, wordt het echt op asfalt gedaan. In die zin dat er toch wel redelijk veel aan de afstelling anders is. De banden die wij hier gebruiken zijn veel zachter dan dat wij buiten gebruiken. Puur om het feit dat de beton die wordt heel glad. Dus dan heb je zachte compound nodig om goed weg te komen. Ook al zijn het kleine wagentjes en een kleine baan, ongevaarlijk is het niet. Want de snelheden op de baan kunnen oplopen tot wel 90 km per uur. De baan zelf is omgeven door een stalen rand. En publiek wordt door middel van rechtopstaande pallets afgeschermd en dat is ook nodig. Het wil wel eens gebeuren dat een van deze auto's uit de baan vliegt. En het is gewoon 4 kilo staal wat ja, dan op je afkomt. Vandaar ook dat er naast de baan deze de Marshall lekker staan. Vrijwel alle grote namen uit de Europese modelstokkaarwereld waren aanwezig in Horst bij de Europese kampioenschappen. Een teken dat de club uit IJsselstein goed bezig is. Voor ons als club is dit wel een redelijk belangrijk. Dit is een van de grootste, zo niet de grootste, het grootste evenement dat wij jaarlijks hebben. Dus ja, het is voor onze club van zeer groot belang. Overigens werd Scott Grocock uit het Verenigd Koninkrijk net als vorig jaar de Europees kampioen indoor.